Ja, soms mediteer ik thuis aan het einde van de dag of 's ochtends vroeg. Zijn er momenten. Ja, dat helpt voor mij. Ja. Het helpt mij om een beetje in een rustige modus te komen met aandacht en concentratie voor de patiënt. Ik ben Bas Wijnhoven. Ik ben werkzaam als chirurg. En ik hou me bezig met patiënten die slokdarm en maagkanker hebben. Dat is waar ik wat mijn aandachtsgebied is. Het zijn zeldzame vormen van kanker. We zien wel dat slokdarmkanker eigenlijk toeneemt in Nederland en ook in de wereld. In het geval van slokdarmkanker doen we een operatie waarbij vrijwel de hele slokdarm wordt verwijderd. En dat is een operatie die via de borstholte en via de buik gaat. En als we de organen hebben verwijderd, dan moeten we ook weer het reconstrueren. Dus moeten we weer de continuïteit herstellen van de maag-darmkanaal, zodat mensen weer kunnen eten en weer kunnen drinken. Ja, het vakgebied heeft een enorme vlucht genomen. Daar waar vroeger eigenlijk de specialist en vaak de chirurg de patiënt behandelde met een operatie alleen, zien we tegenwoordig dat het een heel behandelteam betreft die de patiënt behandelt. Dat is niet alleen een chirurg, maar dat is ook een medisch oncoloog, een kankerspecialist. Dat is een radiotherapeut of een bestralingsarts. En deze mensen zijn nodig omdat we weten dat tegenwoordig behandeling effectiever is door voor de operatie te behandelen met chemotherapie en bestraling. En daarmee kunnen we ook de prognose van de patiënten verbeteren. Dus patiënten leven langer als we dit toepassen. En ook de operatietechnieken zelf zijn veel verfijnder geworden, zijn beter geworden. En ook de risico's die aan de operatie kleven, dus de kans op complicaties, is daardoor ook kleiner geworden. Dus het is effectiever geworden en tegelijkertijd ook veiliger geworden. Over 20 jaar denk ik dat we nog veel meer kunnen. Ik denk dat de behandeling nog veel effectiever zou zijn door de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, met name chemotherapie. En waarbij ook de patiënt heel individueel behandeld zou worden, dat niet iedere patiënt hetzelfde krijgt, maar dat het helemaal wordt eigenlijk afgelezen aan de ziekte van de patiënt, aan het type kanker wat hij heeft en ook het genetische profiel. Ik probeer toch tijd te vinden om naast mijn werkzaamheden ook aandacht aan mezelf te geven. Een stukje persoonlijke ontwikkeling qua geest. Ik volg wat trainingen af en toe en ik probeer daarnaast ook fysiek fit te blijven, dus ook te sporten. En ik denk dat die combinatie van zowel de geestelijke fitheid en de fysieke fitheid belangrijk is om dit werk te kunnen blijven doen. Juist omdat de behandeling nu, zo noemen we dat, multidisciplinair is. Dus er zijn vele disciplines die eraan meedoen. En die vinden we allemaal onder het dak van het Erasmus MC. Er zijn allemaal specialisten die toegewijd zijn voor de behandeling van deze ziekte. En dat maakt het Erasmus MC eigenlijk tot een hele uniek ziekenhuis, waar we de beste zorg kunnen leveren voor deze patiënten.